Ik ben Ankie Meijer en ik ben de projectcoördinator van de Marktkraam hier op de Markt. Ter promotie van het nieuwe musicalstuk van Katoen en Water. Nou, niet alleen donderdag, we staan er ook zaterdag met de Marktkraam. Het is gewoon gezelligheid, reuring. Vandaag staan we met ijsjes. We verkopen voor 10 cent ijsjes. Vorige week stonden we hier met watermeloen van Katoen en Watermeloen. En vandaag dus met van Katoen en Waterijs. Volgende week staan we met komkommers. Dus zo is er elke keer wat anders. En puur om mensen bekend te laten worden met de musical van Katoen en Water. 20 augustus begint het stuk. En tot half september, als ik me niet vergis. Dus kom allen, koop kaarten. Er zit weer een diner bij, net als de voorgaande keren. En daarna een heel mooie musical. Dus het is een fantastische samenwerking. Ook met het Huis van Katoen en Nu. Daar krijgen we, die verzorgen voor ons de koffie. Daar krijgen we stroom. Dus ja, het is gewoon weer echt een op zijn almeloze geweldige samenwerking. Nou, we zijn natuurlijk altijd op zoek naar vrijwilligers. Vrijwilligers die hier willen helpen in de Marktkraam. Vrijwilligers die straks ook gaan helpen bij het musicalspectakel. Met de gastenbegeleiding, in de bediening, parkeerbeheer. Dus gewoon, we zijn nog op zoek naar heel veel vrijwilligers. Dus die kunnen zich aanmelden via de site van Katoen en Water. Maar er hebben zich nu al een hele grote groep aangezet. Dus we zitten al over de 100. Dus het gaat echt de goede kant op. Maar ja, hoe meer handjes, hoe beter. En het is gewoon zo gezellig om mee te werken. Zijn er ook vrijwilligers bij die hebben gewerkt voor Van Katoen en Nu en Het Verzet Kraakt? Ja, zeker. Het is een vaste groep. Die groep groeit steeds met elk project. En er valt wat af, er komt wat bij. Maar het is gewoon elke keer weer een feestje dat we met z'n allen bij elkaar komen. En iedereen kent elkaar. Het is een heerlijk almeloos feestje.